Hallo iedereen die TG in Dutch kijkt. Ik ben TwiceK en jullie kennen mij vast wel van de serie Stan's aanvalsplan. Want ik heet Stan, haha, dat is leuk. Vorige week hebben we deze missie gedaan, Turbulence. Die kennen jullie nog wel. Deze week gaan we deze missie doen, Back on the Grid. Ik zat in Intercept Mackerel's Cargo Shipment in Sierra Leone. En Sierra Leone, dat ligt in Afrika. Ja. We gaan Harden toe. Zoals altijd. Ik speel vandaag als als Yuri die in de Task Force 141 zit. Task Force 141. Ja, dit hebben we dus vorige week meegemaakt dat hij nooit aankwam, want hij werd ontvoerd door Makarov. Het lijkt dat Makarov just played his next hand. If he puts himself back on the grid, he wants it to be known. So where do we start hunting? Africa. Makarov's been using local paramilitary group to move shipments into Sierra Leone. Hey, die ken ik van een dat is die gast bij de special missies of bij de survival missies die gaat in de jonge man. We can use the river to get in close. There's a factory in the camp where they store the shipments. The PRF's been waging genocide in the Highlands for months. They'll be everywhere. Ja, daar is hij weer. Wouldn't let this travel lightly if it didn't serve a greater purpose. And chances are the bastard will be there personally to see things off. If he's back on the grid, then so are we. Precies. Oh, wat hebben we hier? De M21 EBR, als ik het goed heb. Die kwam in MW2, was het een leuke sniper. Met sprayen. Oeh, ik ben dronken. Oeh. Keep it silent. Price. En soap. Dit doet me denken aan de special missie, die bekende met de in de sneeuw. Oh. Denim. Oh. Zo, dat is even. Afrika. Ik krijg altijd zo'n dorst als ik naar Afrika kijk. Snap je? Oeh. Wow, kijk, zijn kont die zie je bijna niet tussen de bladeren. Oh shit. Oh fuck. Niet goed. Nee, hou op, het is niet leuk. Nee, stoppen. Ah, doe flauw. Wallbang. Oh, dat doet hij dus niet. Nee, hou op, ik vind het niet meer leuk. Oh, hij is dood. Wat is dat, een kip? Oh, een hyena. Zou ik het doen? No scope. Ah nee, hij rent al weg. Dan doe ik het niet. Oh, dat ziet er niet gezellig uit. Wat? Ah nee, ze gaan hem in de fik steken. Oké, het enige wat we kunnen doen is dit. Zo. Nou, die zijn allemaal neer. Ah, is hij dood? Oeh. Nou ja. Oh, dit is een beetje onrealistisch, want ze kunnen ons gewoon zo zien. Er rijden fucking veel auto's hier, kijk dan hoeveel. En ze zien ons helemaal niet. Ah, dit is een beetje onrealistisch. Hier heeft Infinity Ward niet zijn best op gedaan. Of Sledgehammer, ik weet niet wie dat doet. Ze kunnen ons zo zien. Alright, get ready. Move. Ah, dit gaat wel heel ver hoor. Dit is echt... Kijk, ik kan gewoon zo doen en ze zien me niet. Dat is een beetje raar. Hoezo? Oh, daar.
Ja, ze luisteren natuurlijk allemaal naar Bob Marley. Het lijkt wel het hoofdkwartier van Kony. Wow, ja, alsof die ons nooit ziet. Nee, ze horen ons natuurlijk niet lopen. In zijn nek. Nee, weet je wat ik doe? Ik schiet hem in zijn eikel. Nou, door zijn kont in zijn eikel. Hots, die gaan we opkluiven. Oh nee, toch niet. Jammer. Wat? Hij zag ons ook niet. Oh. Fail. Cool. Hij snurkt. Mooie zonnebril van de Ray-Ban. Wauw, wat een luxe zonnebril. Is er ook nog een optie dat ik de zonnebril weer oppak in plaats van het mes? Oh, kut. Oh nee, die moet ik natuurlijk uitschakelen. Gaan we voor de collateral? Oh, dat kan niet. Ots, ots. Hoeveel zijn het er? Oh, daar. Nou, dit is best wel snel gedaan. Hots. Jamaica, yay, Bob Marley. Oh god. Ah, dat weten ze niet. Een koe. Oh god. Go, go, go. Oh fuck. Ik wou eigenlijk deze missie een keer proberen zonder één keer dood te gaan. Want in elke missie ga ik altijd één keer dood. En dat ga ik nu gewoon niet meer doen. Oh shit, ja, ligt hier nog een second chance, joh, de klootzak. Ja, I will check my fire. Waar ben ik nou? Gaan we spelen verstoppertje. Oh kut, er zat er een. Nee, nee, nee. Oeh, dat ging bijna dood. Oh, hij zit er boven. Volgens mij moet ik echt altijd alle enemies uitschakelen. Doen zij helemaal geen fuck. Oh, er zit er nog iemand. Nou, die zou toch al dood zijn. Ja, kijk. Oh. Wow.
Oh, daar follow. Tok. Het had me ook wel heel goed dat ik altijd de enige ben waarop ze schieten en nooit op hun. Oh, oké. Okay. Nee, nee. Ja, we gaan eerst wachten, jongeman. Cool. Wow, dikke multikill. Nee. Nee, ik ben één keer dood gegaan. Oh, dat is echt jammer. Ik had het kunnen halen, dacht ik. Nou ja. Oh, dat is echt heel jammer. Yo, wat is dat voor bullshit? Ja, Hots, die schiet eruit en... Ja, dat doen we zo meteen wel. Ja, als ik... Nee, maar dan ga ik gelijk dood. Dus dat ga ik dus niet doen. Oh, oh. Oké, rennen. Oeh. Wat? Waar komen al die gasten vandaan, joh? Ja, nee, joh. Dit gaat wel echt heel ver, hoor. Ze maken het gewoon niet makkelijk. Oké, ik ga nu alles vanaf dit bedje bekijken. Oh nee, want nu komen ze er niet hoor. Maar als ik hier naartoe ga, oh, kan ik ook niet meer terug. Nee joh, wat is dit nou voor bullshit? Hey, ik ga ze wel er allemaal afsnipen, dat gaat veel sneller denk ik. Ja, dat ga ik dus niet doen. Ja, godverdomme joh, dit is gewoon niet te doen. Dit is echt belachelijk. Oké, weet je, dat doe ik nu wel gewoon gelijk. Misschien had ik dat beter kunnen doen. Oké, Stan, concentreer je. Oh, daar. Ah. Bijna, Stan. Nog een keer. Ah. Ja, nee joh, dit zijn...
zijn er veel te veel. Waarom zijn die mensen niet bang ervoor ofzo? Belachelijk. Oh nee joh, als ik nu dood ga. Ze bombarderen hun eigen mannen, wat aardig. Oké. Okay. En welke kant moet ik op? Nee, ik ben wel gek. Oh shit, dat doet pijn. Ja, joh. Dat is echt bullshit eerste klas. Oké, wat verwachten ze dat ik hier doe? Zo, even met een slagbijl komt hij even aan. Ik kon niet eens knife, ik drukte op het knife knopje. Dat is schande. Oké. Oké, ik schiet gewoon. Schiet. Keep moving. Oh. Ja, doe zelf eens wat joh, in plaats van dat jij altijd zit te zeiken. Oh cool, dat is wel leuk. LOL. Dit is best wel leuk. Ik heb zelf ook een keer een shell afgeschoten in Thailand. Daar heb ik nog een filmpje van. Ik weet niet of jullie dat willen zien. En het is echt belachelijk hoe hard het is. Oh nee, daar ga ik echt niet in, joh. Hij maakt het ook even kapot. Let's hope he's right, jongens. Nou, ze zullen het dan niet voor niets zo heel erg bewaken. Ik vind het raar, het geluid van de AK Silencer in de campaign is heel anders dan in de multiplayer, heb ik het gevoel. Ik weet niet of het correct is hoor, maar... Nee, kan ik ook niet in. Joh, schiet eens op die andere gozers. Het is zo storend. Hier. Oké, jongens, we gaan het gewoon halen. Ik weet het zeker. Hots eruit. Oh, ho, ho, ho. Ik ga het ook niet voorlopen, Doos. Ik schiet hier nog een keer echt neer. Oh, lekker zeg. Nu heb ik dit. Ja, gewoon doorboren, toch? Ah, nee. De laatste kogel mis ik. Nee. Tak. In plaats van dat ze dan van die wapens nou eens gewoon even medicijnen gaan kopen voor die arme mensen in Afrika. Zo'n wapen is al gauw €2000. Nee, maar daar komen ze wel weer aan hoor.
Haha, heb ik hier even een secret spot gevonden? Een kleuren tv, ik wist het wel. Hey, niet zo naar doen. Welke kant moet ik op? Oh, die kant. Oh, nee, nee, nee. Oh, dat is echt heel irritant. Ik wou, waarom hebben ze nooit lang machine guns erin? Ja, behalve twee missies geleden dan. Oh, dit is wat ik nodig heb. Oh, daar zijn ze weg. Dag jongen. En wie vinden we hier? Oh shit. Hyena's. Serieus. Nou, daar weten we een oplossing op volgens mij. En kijk eens wat ik hier vind. Wat is hier? Kan je zelf niet de deur open doen of zo? Oh, kutzooi. Oh nee. Fuck jongens. Precies. Nou jongens, dit was weer de missie. Tot volgende week en later.